Jamie Schaap, verlies 2-0 van Katwijk op eigen veld. Hoe zou je de wedstrijd omschrijven? Ik denk dat we het eerste half uur leuk voetbal op de mat hebben gelegd. Ik denk dat we een goede weg ingeslagen zijn met waar we uiteindelijk heen willen. Dat we van achteruit de opbouw verzorgen, tussen de linies voetballen, de vrije man zoeken. Ik denk dat het eerste half uur een aantal keer heel goed gelukt is. Uiteindelijk zakken we iets weg, maar zijn we niet echt in de problemen gekomen. Ja, tweede helft, dan is het ongelukkig hoe je achterkomt. Ja, en dan is het heel snel 2-0 en dan weet je dat het tegen een ploeg als Katwijk heel moeilijk gaat worden om terug te komen in de wedstrijd. En dan spelen hun het volwassen uit. Maar we hebben vandaag wel gezien dat wij niks onder doen voor een koploper of wat dan ook. Want als wij zo voetballen als in de eerste 30 minuten en als we dat steeds beetje bij beetje langer vol kunnen houden, dan denk ik dat we wel heel ver kunnen komen dit jaar uiteindelijk. Nou, het waren eigenlijk twee hele ongelukkige momenten, de 0-1 en de 0-2. Kun je omschrijven wat er precies gebeurde? Vanuit jouw optiek? Ja, de 0-1 zijn we met een opbouw bezig. Op een gegeven moment heeft Jeffrey Buitenhuis de bal. Op een gegeven moment krijg ik een terugspoelbal die ik totaal niet verwacht had. En ik zie in mijn ooghoeken, hoor ik in één keer ik weet niet wie het is, die blonde jongen. Maar dat die in je rug hoor ik in één keer. Ja, en in één keer stond hij voor mijn giegel en schiet hij uit die bal van Jeffrey eigenlijk de bal in. Dus ik hield hem nog tegen. Ja, dan is onze grote vriend Achie, die staat altijd op het goede plekje. Hè? Dus die stond er weer. Hè? Dus daar sta je 1-0 achter. Ja, en een 0-2, dat is vanaf de zijkant een bal die voorgetrokken wordt. En staat weer op de goede plek. Ja, dat is natuurlijk een van zijn kwaliteiten. En daarna was de wedstrijd eigenlijk gewoon klaar, leek het wel. Ervoor jij dat ook zo? Ja, weet je, weet gewoon dat je tegen ploeg als Katwijk heel moeilijk krijgt als je 2-0 achter staat. Maar het zag er misschien zo uit dat het klaar was. Voor mij voelde het niet zo. Maar je ziet uiteindelijk wel dat we dan een beetje terugvallen in ons oude patroon. Dat de linies te groot worden. Dat we een beetje op twee gedachten gaan hinken. En dat is nog iets wat eruit moet. En dan kun je tegen heel veel ploegen ook gewoon een 2-0 achterstand ombuigen. Als je dan gewoon doorgaat met waar je mee bezig was. Marciano Vlaios, kun je zeggen dat twee momentjes van Amatel de Zoet de wedstrijd in slot gooien? Of doe je daarmee Katwijk tekort? Nee, ik denk dat we eerst wel een goede pot spelen. Voetbal had echt leuke dingen gezien. Maar de tweede helft begin je slordig. En ik denk dat wij Katwijk hebben geholpen aan de goal. En daarna was het eigenlijk ook wel klaar. Wat ook niet goed is, wat beter moet. Maar de eerste helft vond ik dat we leuk voetbalden. Ja, ik denk eigenlijk wel meer dan leuk. Want Katwijk had ook in de eerste helft niet zo heel veel in de melk te brokkelen. Nee, dat denk ik ook niet. Het voelde goed in het veld. Ik denk dat we ook met goed gevoel naar buiten ging. Maar ja, als je dan zo start en dan die tegengoal gelijk krijgt. En die 2-0 ook volgens mij binnen 8 minuten of zo. Ja, dan kansloze missie weer. Ik zei ook al tegen Jamie Schaap. Het leek erop na die 2-0 dat het eigenlijk klaar was. Voel jij dat ook zo in het veld? Ja, je merkte wel in het veld dat wij er niet meer aan toe kwamen om te voetballen. Ik denk dat het ook wel een beetje aan onszelf ligt. En de ruimtes werden veel te groot en toen gingen zij ook een beetje mee voetballen, wat ze daarvoor helemaal niet durfden. Maar dan is de wedstrijd eigenlijk gespeeld, ja. Ja, verlies thuis met 2-0 van Katwijk. Begin even bij de eerste helft. Dat zag er volgens mij prima uit. Zag jij dat ook zo? Ja, dat heb ik ook zo gezien, ja. Ja, nee, ik denk dat wij eerste helft, zeker een half uur, gewoon bovenliggend waren. Beter aan de bal, dingen waar we op trainen en die ik graag wil zien. Ja, die vielen, die kwamen eruit. Van achteruit, rustig aan de bal, rustig in de opbouw. Nou ja, daar heb ik echt wel van genoten. En goed, het was 0-0 met rust, maar dat was prima. Ja. En toen dachten we nog voor de tweede helft gaan we lekker voor zitten. Maar voordat de route wel begonnen was, was hij eigenlijk ook over, zeg maar. Ja, twee hele ongelukkige doelpunten. Nou ja, dat is wat je zegt. Kijk, je moet tegen hun niks weggeven. Omdat je weet, zo volwassen en degelijk en weten van elkaar wat ze doen, spelen al lang samen. Ja, dus je moet zorgen dat je niet achterkomt en zeker niet met twee verschil, want dan voel je eigenlijk wel een beetje van, dit is wel klaar. Die ene, dat sloeg nergens op. We kwamen heel slecht uit de kleedkamer. Ja, en dan zo'n bal erin, ja. Cadeautjes moet je niet geven. En dat is wel jammer. Na die 2-0 zeggen tegen Katwijk is dan gewoon heel moeilijk voetballen. Vanaf de zijkant kun je voor mij niet heel veel meer doen dan, hè? Ja, je wil. Je zou het liefst aan de voorkant echt serieus dingen willen veranderen of beter maken. Ja. Nou ja, op dit moment mis ik er nog een paar. Die zijn er niet. Dus er zijn geen excuses. Het is zoals het is. En ik hoop dat ze er snel weer bij zijn.
Ja, je zegt het, je ziet het voor je neus gebeuren inderdaad. De linies worden breder. Je hinkt op twee gedachten als team. Kun je dat vannacht achteruit als keeper nog een beetje bijsturen? Ja, op een gegeven moment, wat is bijsturen? Ik kan mijn achterste linie goed neerzetten, maar ik kan niet over 60 meter mijn middenveld gaan coachen. Dus dat is vanuit de trainer en vanuit achterin. Dat moet je in principe met z'n allen eigenlijk doen, weet je. Als aanvoerder zijn, dan kan je veel doen, maar je kan niet het hele team op scherp zetten als je je eigen 16 meter staat. Dus nee, weet je, op een gegeven moment ga je risico nemen. Wordt 1-1, dat weet je. Laatste vraag. Je bent nu een paar weken als team onderweg met de nieuwe trainer, Gert-Peter de Guns. Wat is de grootste verandering? Ja, wat is de grootste verandering? Ja, dat is moeilijk. Ik vind het altijd moeilijk om over te praten. Want weet je, als je het over veranderingen hebt, ik vind het lastig om daarover te praten. Maar ik denk dat het voor de spelers, voor mij verandert er niet veel. Maar ik denk dat voor de spelers dat meer is dat ze meer opties hebben achterin, meer opties in de opbouw. Dat we een weg hebben waar we naartoe willen. En dat we nu ook het gevoel krijgen dat het kan. En dat zie je vandaag het eerste half uur heel duidelijk terugkomen. En dat gevoel hadden we daarvoor volgens mij totaal niet. Want toen dachten we alleen maar dat we lange ballen konden spelen. Maar ja, nu kan in één keer iedereen die kan wel open draaien. Die wil wel die bal hebben. Die wil wel risico nemen. Dus ja, ik denk dat het verschil is met de eerste. Wat zijn dan de positieve dingen die je meeneemt naar volgende week? Ja, dat de eerste helft. Dat is veel goede dingen gezien. Voetballend... mooie dingen zien, we durven te voetballen. Ik denk dat je daarop door moet gaan. En dan een hele wedstrijd. En niet zo slordig wedstrijden mee weggeven. Nou ja, je moest duelleren met El Azouti. Heb je ook nog je collega-verdedigers van tevoren nog extra geïnstrueerd om op hem te letten ofzo? Of hoe doe je dat? Nee, eigenlijk niet. Een wedstrijd is een wedstrijd. Of het El Azouti is of iemand anders. Dat maakt eigenlijk vrij weinig uit. Je moet gewoon zorgen dat je goed staat. Dat je duels wint. En dan komt de rest vanzelf. Kun je daar een soort van verwachting over uitspreken? Heb je dan over weken of maanden? Nee, dat gaat niet om maanden. Nee, dat praat me over weken. Ja, ja. Nee, jongens zijn weer begonnen met trainen. We hebben donderdag voor de eerst meegetraind. Die moeten gewoon een paar goede trainingsweken maken. Voordat ze echt weer serieus aan de bak. Kijk, 10 minuten, dat kan altijd wel. Maar ja, echt serieus, dat duurt nog wel even. Ja, goed, het zou wel lekker zijn als ze over een week of twee... Weet je, dat ze weer serieus inzetbaar zijn. En als die jongens 2 weken goed doorkomen, dan zijn ze erbij. En dan dat geeft mij enorm veel mogelijkheden dan om ook op een goede manier te wisselen. Ja, en dat is natuurlijk lekker. Ja, absoluut. Volgende week hebben we dus Scheveningen uit. Ja, ik denk gewoon de eerste helft meenemen, de tweede helft van vandaag vergeten. En dan moet het wel goed komen, toch? Ja, we moeten het niet vergeten. We gaan het ze laten zien wat beter moet en wat anders moet. Dat we dit soort dingen niet weer krijgen. Maar die jongens die voelen ook wel dat het beter gaat. Dat ze beter worden en beter gaan spelen. Dus dat moeten ze meenemen. En dat doen ze wel. Want ja, je merkt het anders. Als ik vraag aan Van Riel en Van der Meijrakker en Herings. Die zitten te kijken. Nou, vertel maar, wat heb je gezien? Nou, daar geven ze haarfijn aan. Van waar we naartoe aan het gaan zijn. En welke stappen we aan het maken zijn. Dus dat is gewoon mooi.